Waarin zij zegt van ja, maar ik wil graag ook alleen liggen met Jens. Ja, maar dat is een voorkeur en dit was een noodsituatie. Ja, maar ik snap het verhaal ook wel. Dus ja, zet ik gewoon in mijn hoofd te brainstormen van hoe zou het eventueel opgelost kunnen worden. Ik ga niemand zijn huisje uitzetten of wat dan ook. Of zeg van ja, dat moeten we doen of lobbyen daarover. Maar het is wel even brainstormen van ja, hoe is het eventueel opgelost. Kijk, weet je wat wel het is? Milène en Jess willen het liefst samen slapen, dat is logisch. Maar Ger wil het liefst ook met twee personen in de tent slapen in plaats van drie. Daarom, het is, ja, het is lastig. Je bent nou eenmaal gewoon gebonden aan een maximum aan huisjes op dit moment. En ook geen geld om nieuwe huisjes te gaan bouwen. Ja, maar zoals Gerrit ook een paar keer even noemt, ja, je geeft wel op voor Utopia. Ja, absoluut. Dat blijft het ook. Ja,